Het onder water lopen van diverse delen van Paramaribo is niet binnen één dag op te lossen. Er is namelijk dringende onderhoud nodig van de verschillende pompgemalen en sluizen. En moeten verstopte putten worden opgeschoond. OE-minister Riyad Noor Mohammed zegt dat sommige gebieden sneller wateroverlast ervaren doordat ze in een kom zitten. Dus die pak je morgen niet aan, al graaf in de grote, het gaat niet opgelost worden. Ik geef je een voorbeeld. Bijvoorbeeld, vlak hier, AZ. AZ zit daar een riolerend systeem, maar er is een pomgemaal daar. Dus als je die pomgemaal niet vernieuwt, dan gaat het onder water blijven lopen. Je kent Margrethelaar, et cetera. Dus daarom gaat het pomgemaal ook vernieuwd worden. Dus, en zo heb je gebieden in Suriname, vooral die nieuwe verkavelingen, sommige verkavelingsprojecten, zoals maar het Rijtenproject, is ook een ramp daar. Bij de Toetlifo is in een bekken. Dus het gaat altijd onder water lopen. Dus we komen met strengere regels voor verkavelingen, want dat is dan toekomst. Maar ontwatering is een heel simpel ding. Je riolering moet goed zijn en je moet pompen, want we zitten laag gelegen. Het vervangen van kapotte pompgemalen zal tientallen miljoenen SRD's kosten. En toch blijft het aanpakken van het ontwateringsprobleem een van de prioriteiten van openbare werken. De eerste aanbesteding is al goedgekeurd. De eerste sluizen, urgente zaken, gaan aangekocht worden en gaan geïnstalleerd worden. We hadden ook een aanbesteding voor heel wat onderdelen van de tweede fase. Daar heeft niemand aan meegedaan. Dat is ook een ander hoofdpijn. Dat is ook een ander hoofdpijn dat je hebt. Mensen willen ook gewoon niet meedoen. Wat moet ik anders doen? Dus we gaan het heraanbesteden en dan komt de grote, de derde fase, dat is extra en nieuwe pompen. Installeren landelijk. Je moet weten, we zijn laag gelegen, net als Nederland. Maar Nederland loopt nooit onder water. Ze hebben gewoon een goed watersysteem. Onderhoud van riolering is gewoon top. En hun pompen werken gewoon top. Hier hebben we het omgekeerde. Toch? Maar feit is, we hebben ontwatering hoog op de agenda. En natuurlijk moet ik ook wat zeggen. We gaan ook aan tafel zitten over verkavelingsbeleid. Over grondafgifte. Landbouwgebieden worden gewoon vaak uitgegeven in gebieden die zwam zijn. Dus logisch gaat onder water lopen. Dus wanneer landbouwgebieden dit keer uitgegeven moeten worden, moet dat ingepolderd worden. En dan moet er ook een pomp komen. Toch? Maar dan heb je altijd soort kleine dingetjes waar we gewoon machteloos tegen zijn. Dus grondbeleid gaat samen met ontwateringsbeleid. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken.